korte introductie geven over de toepasbare regels. Wat zijn nou eigenlijk toepasbare regels en wat hebben we op dit moment al? Ik kwam in een handleiding van de VNG kwam ik de vergelijking tegen tussen toepasbare regels en wie is het. En dat vond ik zelf eigenlijk wel een hele mooie vergelijking om te maken, omdat het toch wel heel goed inzichtelijk maakt waar we het nu eigenlijk over hebben. Ik denk dat de meeste van jullie wie is het wel kennen. Je hebt een bord met allemaal poppetjes erop. En je tegenstander heeft één poppetje die ook op jouw bord staat, voor zichzelf staan. En jij moet raden wie het is aan de hand van ja en nee vragen. Zo kun je toepasbare regels eigenlijk ook een beetje beschouwen. Er is een initiatiefnemer, die heeft een aanvraag. Die wil bijvoorbeeld een vergunningscheck doen. En die wil kijken of zijn initiatief of daar een vergunning voor is. En aan de hand van een ja en nee vragen krijgen we een vragenboom waaraan hij erachter komt of hij een vergunning nodig heeft of niet. Dus vandaar die vergelijking met wie is het. Er zijn verschillende typen toepasbare regels. Ik heb hier drie op mijn blaadje gezet. We hebben de vergunningscheck. Met de vergunningscheck kan een indiener er online achterkomen voor de activiteit die hij heeft bedacht of daar een vergunning voor nodig is, ja of nee, of misschien wel een meldplicht of algemene regels, noem maar op. Er zijn indieningsvereisten. Op het moment dat een initiatiefnemer een vergunning aan wil vragen online, dan horen er een aantal indieningsvereisten bij. Nou, aan de hand van een aantal vragen kan hij of zij dan zien welke indieningsvereisten bij zijn aanvraag horen. En er zijn de maatregelen op maat. Op het moment dat er een bepaalde activiteit is, dan kan degene die de vragenboom er loopt aan de hand van een aantal vragen zien welke maatregelen of regels er op dit geval van toepassing zijn, dus waar hij rekening mee moet houden. Dit gebeurt allemaal aan de hand van een vragenboom. We kennen dit systeem nu ook. Op dit moment hebben we het OLO, zoals misschien bij velen van jullie wel bekend is. En in het OLO staan ook vergunningscheck en algemene vragen. Dus dat is wat we nu al hebben. Het OLO komt alleen te vervallen bij een werkingtreding van de omgevingswet. Dus dat betekent dat de vragenbomen die daarin staan, dat je daar niet langer over beschikt. En dat je daar wat mee moet. Dus in het DSO komen toepasbare regels. En dat wordt een vervanging van wat eigenlijk nu in het OLO staat. Plus meer. Dus het geeft je de kans om meer te doen dan nu het OLO. Eigenlijk is een toepasbare regel een vertaling van je juridische regels. Je hebt je juridische regels, waarin staat wat wel en niet mag, wanneer je vergunning nodig hebt, wat de indieningsvereisten zijn, noem het maar op. En je toepasbare regels is een vertaling van de juridische regel naar een vragenboom in begrijpelijke taal. Dat is er belangrijk bij. Het moet een vragenboom zijn die voor iedereen goed te volgen is en die voor iedereen makkelijk te lopen kan worden. Wat nou als je geen toepasbare regel hebt? Ja, dan heb je dus niks. Op het moment dat je geen toepasbare regel hebt, betekent dat je als burger niet online heel makkelijk kan vinden of je een vergunning nodig hebt en wat de regels precies zijn. Dan zul je contact op moeten nemen met de gemeente. En zeker voor het aantal gevallen waarin je nu nog toegang hebt tot het OLO, betekent dat een achteruitgang in je dienstverleningsniveau. Wat regelt de wetgeving hierover? Zijn toepasbare regels verplicht? Toepasbare regels zijn niet per se verplicht, maar er is voor een deel van de toepasbare regels wel degelijk een verplichting om toepasbare regels te maken. Het is namelijk zo, op het moment dat je online een vergunning aan kan vragen, ben je als gemeente ook verplicht om de indieningsvereisten aan te leveren in toepasbare regelvorm. Voor de juristen onder jullie die dit graag willen weten, dit komt voort uit artikel 14.2, derde lid van het omgevingsbesluit. Daar staat vrij letterlijk geregeld dat het bevoegd gezag stelt aan onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de informatie beschikbaar die nodig is om het elektronische formulier samen te kunnen stellen. Met andere woorden, de informatie die nodig is om online een aanvraag in te kunnen dienen, moet aangeleverd worden. En de toepasbare regel voor de indieningsvereisten is daar een onderdeel van. Daarnaast is er afgesproken dat Nederlandse gemeenten proberen zoveel mogelijk het dienstverleningsniveau in ieder geval gelijk te houden aan het huidige dienstverleningsniveau. En dat betekent dat er voor een aantal zaken toepasbare regels moeten zijn. Gelukkig is het wel zo dat voor de bruidschatszaken de toepasbare regels aangeleverd worden door het Rijk in eerste instantie. Die worden aan de gemeente gegeven. En je hebt wel zelf de kans om daar nog wat mee te doen. Maar in eerste instantie worden ze dus aangeleverd door het Rijk. Dat was mijn korte introductie, die toch wel iets uitgebreid is geworden misschien, over toepasbare regels. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Ik denk dat onze organisatie klaar is voor de komst van toepasbare regels.
Ik zie dat ik een eetje vergeten ben. Ik hoop dat dat het niet moeilijker maakt om de vraag te beantwoorden. Ik denk dat dit wel een interessante vraag is. Nou, dat we meer weten over toepasbare regels. Wat ze zijn en wat je moet doen. Denk je dat je organisatie klaar is voor de komst van de toepasbare regels? Wederom een interessante vraag. Sowieso om eventjes te weten, nou ja, waar staan andere gemeenten nu eigenlijk? Misschien stelt dat gerust voor een aantal van jullie. Misschien baart dat een aantal mensen zorgen. Maar sowieso goed om even te weten, denk ik. Wat is nu eigenlijk de stand van zaken? Ik zie dat bijna 100 mensen intussen de vraag al hebben beantwoord. Dus het gaat snel. Wederom, chapeau. Jullie zijn er goed bij. Ik weet nog wel, begin in maart, toen we begonnen met thuiswerken, was het allemaal toch nog heel erg wennen. Maar nou gaat het allemaal hartstikke goed, die polls invullen. Ik ga door om het tempo nog een beetje in te houden. We laten de antwoorden. Een 4,8. Kijk, dat is toch misschien wel zorgwekkend dan. Dat de omgevingswet binnen een jaar er is. En dat de gemiddelde medewerker van de organisatie nu nog maar een 4,8 geeft voor hoeveel de organisatie is. Nou, dan, dat brengt me dan mooi op het volgende onderwerp. De pilot die wij hebben georganiseerd. Ik zou jullie eerst even kort wat vertellen over de aanpak van de gemeente Dronten in de omgevingswet. En dat leidt zich dan mooi even door in de pilot. En ik zal wel even kort zeggen hoe de gemeente Dronten er... Als ik via niet via Teams meedoe, dan... Volgens mij heeft iemand... Ja, ik wil zeggen, er iemand die is per ongeluk van mute afgegaan, denk ik. Goed. De aanpak van de gemeente Dronten voor de omgevingswet. Zoals bij veel mensen is er een programma omgevingswet en daaronder vallen allemaal verschillende projecten. Voor jullie zien jullie de praatplaat die wij gemaakt hebben om het programma omgevingswet inzichtelijk te maken voor iedereen. En wat je hier eigenlijk bij ziet is, we hebben hem uitgesplitst en dan moet ik heel even gauw tellen. 7 projecten geloof ik. Maar wat er wel heel erg belangrijk bij is dat we hebben geprobeerd de samenhang tussen de verschillende projecten te waarborgen. Omdat er gezegd wordt, nou ja, er is 1 omgevingswet en die programma's die kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. En daarnaast, zoals jullie misschien wel zien in het midden, de manier van werken. Alles zit geankerd in de manier van werken. Het is denk ik een behoorlijk doodgeslagen uitspraak ondertussen, maar er wordt vaak gezegd 80% van de omgevingswet is de manier van werken en anders te werk gaan en 20% is de juridische verandering die er is. Het grootste gedeelte van de verandering die de omgevingswet biedt, kun je nu eigenlijk ook al waarborgen. Alleen het is die manier van denken en die manier van werken die anders wordt. Dat hebben we in de gemeente Dronten geprobeerd uiting te geven door alles vast te hangen aan die manier van werken. Daarnaast hebben we een aantal leidende principes vastgesteld aan de hand waarvan we proberen onze projecten vorm te geven en inhoud. Die zien jullie als je goed kijkt in de groene balk rondom de praatplaat. Daar staan deze projecten en dan hebben we het over draagkracht samenleving bijvoorbeeld. Dat zijn onze uitgangspunten bij de uitvoer van de omgevingswet. Dus dat is eventjes kort over hoe geeft de gemeente Dronten dan eigenlijk vorm aan aan de omgevingswet. Dan meer specifiek over de pilot die we hebben georganiseerd. Een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente Dronten is dat we zeggen, misschien zoals Aristoteles, die kan het veel beter verwoorden dan ik, dus ik heb het tegeltje ernaast even gedaan. Wat men moet leren doen, leert men door het te doen. Met andere woorden, oefenen. In gemeente Dronten hanteren we hiervoor het LEF-principe. Leren, experimenteren, funderen. En nou ja, eigenlijk betekent dat niet heel veel meer dan oefenen, durf te experimenteren. En trek lessen uit wat je geoefend hebt en waarmee je geëxperimenteerd hebt. Om vervolgens je daadwerkelijk eindproduct te funderen. Dat hebben we ook geprobeerd met de pilot met de pilot toepasbare regels. En met een aantal andere pilots die er zijn. Waar ik later nog wel even een klein beetje meer over zal vertellen. Hoe is de pilot toepasbare regels eigenlijk precies ontstaan? Nou ja, goed, zoals gezegd hebben wij het uitgangspunt dat we willen oefenen en experimenteren. En een van onze medewerkers die kwam op een gegeven moment in gesprek met een softwareaanbieder van toepasbare regelsoftware.
En wat nou eigenlijk bleek is dat die softwareaanbieder op zoek was naar een gemeente met wie ze konden oefenen voor het maken van toepasbare regels. De software was nog niet helemaal af, maar ze wouden graag weten waar de gemeente behoefte aan, hoe gaat het zo dadelijk in zijn werk. En nou ja, dat balletje kwam op die manier aan het rollen. En het kwam, voor ons kwam het eigenlijk heel goed uit. Wij wouden ook graag oefenen met toepasbare regels. We hadden ook niet helemaal helder wat het was. Wat moet je ervoor doen? Hoe ziet het eruit? Wat betekent het voor je organisatie? Noem allemaal maar op. Dus wij zagen het als een echte mooie kans om wat met die toepasbare regels te doen. En tegelijkertijd was het natuurlijk ook een mooie kans voor de softwareontwikkelaar om met een gemeente aan de slag te gaan en te kijken, nou ja, waar heeft de gemeente nou eigenlijk behoefte aan? En wat wil een gemeente, wat zoekt die en wat heeft die nodig? Dus op die manier was het echt een win-win situatie. En naast dat het in onze LEF-principe valt, werken we sowieso wel graag mee op deze vroege manier bij de ontwikkeling van software. Want wat we eigenlijk zien is, als je vroeger in de software stapt, dan is het proces nog kneedbaar en dan heb je meer mogelijkheden om zelf invloed uit te oefenen op de software en de processen zoals in de software staan. Terwijl op het moment dat je wat later aansluit bij die software, dan is het vaak andersom. Dan is de software er en dan moet je jouw proces aanpassen op de software. Dus wat dat betreft was het ook een mooie kans voor ons. Wat ik er dan nog wel eventjes bij wil vermelden, het is niet zo dat wij de software af moesten nemen van deze leverancier. Daar waren we heel vrij in. Dus het was voor ons een vrijblijvende test om te kijken van, nou ja, hoe werken toepasbare regels, wat moeten we ervoor doen? En dat brengt me ook nog heel even kort over de aanbesteding van de software. Het is een klein beetje een afslag, maar ik denk dat het toch nog wel belangrijk is om te vermelden. Wij proberen niet te veel tijd te besteden aan de aanbesteding van de software zelf. Uiteraard, er moet soms aanbesteed worden, dat is zo. Maar wat we eigenlijk proberen, we proberen zoveel mogelijk te blijven werken met leveranciers waar we al mee samenwerken. Op het moment dat die misschien met een kleine update, dat we de huidige programma's kunnen gebruiken, doen we dat. Of als er kleine software beschikbaar is, waardoor we onder de aanbestedingsgrens kunnen blijven, dan doen we dat misschien ook wel. Wat we zien is dat die aanbesteding toch wel heel veel tijd en energie kost. En dat is tijd en energie die je eigenlijk beter in onze optiek kan steken in je voorbereiden op de omgeving en zorgen dat je er klaar voor bent. Het mocht nou later blijken dat de software niet toereikend is, dat kun je later nog aanbesteden, maar we vinden de voorbereiding op de omgevingswet en zorgen dat je bij tijd klaar bent, vinden wij wel heel belangrijk. Dus, nou ja, dat gezegd hebbende, dan ga ik niet door naar de volgende sheet, dat is jammer. Yes. Wij hebben dus een pilot georganiseerd. En voordat de pilot was, hebben we een aantal, en dan moet ik heel even mijn camera klaar maken, anders kan ik zelf niet meelezen. Hebben we een aantal vragen geformuleerd waar eigenlijk die pilot in moest voorzien. Wat waren dan vragen waar wij een antwoord op hadden hebben? Nou, er zijn een vijftal vragen uitgekomen. Ik heb hier vier heb ik er op een sheet gezet. Eentje was met welke software willen we gaan werken, maar die vraag die is achterhaald tijdens de pilot. Dus die heb ik hier even uitgehaald. Misschien dat ik daar straks nog kort even wat over vertel. De eerste vraag die we hadden is, wat is ons ambitieniveau met betrekking tot het aantal toepasbare regels? Met andere woorden, je kan natuurlijk niet onbeperkt toepasbare regels maken. Hoeveel toepasbare regels willen we hebben? Hiervoor was het belangrijk om te weten, hoeveel werk is het? Wat vraagt het van de organisatie om de regels te maken? Dus dat was een belangrijke vraag waar we antwoord op houden. Een andere belangrijke vraag is, willen we de regels zelf opstellen en onderhouden? Besteden we dit uit? Kunnen we dit zelf? Dat was een belangrijke vraag voor ons. De derde vraag is, hoe bepalen we welke regels de meeste prioriteit hebben bij het toepasbaar maken van de regels? Je kan natuurlijk niet alle regels in één keer toepasbaar maken. Daar moet een bepaalde volgorde in zitten. En dat betekent dat je ergens moet beginnen en ergens moet eindigen. Maar hoe bepaal je nou bij welke regels je begint en bij welke regels je eindigt? Hier wouden we tijdens de pilot graag achterkomen. En tenslotte, waar komt de toekomstige verantwoordelijkheid voor het beheer van de toepasbare regels te liggen binnen onze organisatie? Ook dat was nog niet duidelijk. We wisten niet hoe de toepasbare regels samenvielen met andere programma's, met afdelingen, noem allemaal maar op. Dus dat was voor ons een belangrijk iets waar we antwoord wouden vinden tijdens de pilot. En dan krijgen we, ja, precies. Nou, voordat ik inhoudelijk doorga naar de pilot, wat hebben we nou eigenlijk geleerd uit de pilot? Wat voor conclusies hebben we eruit getrokken? Ook nog even een vraagje voor jullie. Als het goed is voor de mensen die op tijd ingelogd waren voor ik aan mijn presentatie begon,
kun je op je scherm 10 punten verdelen over een aantal onderwerpen. En mijn vraag aan jullie is, probeer dat eens even te verdelen naar belangrijkheid. Dus probeer de punten die je hebt te verdelen over de verschillende onderwerpen. En geef de onderwerpen die je belangrijk vindt meer punten. En onderwerpen die je wat minder belangrijk vindt minder punten. En misschien zeg je, nou ja, ik vind dit helemaal niet belangrijk. Die juridische kennis, die doet er eigenlijk helemaal niet toe. Die geef je 0 punten. Dus probeer dat eens te verdelen. Het is wel een uitdaging. Ik kan inderdaad zien hoeveel mensen van jullie hem ingevuld hebben. Ik was heel even aan het zoeken, maar ik heb het gevonden. Ik zie dat dit iets meer, iets meer werk vergt, dat had ik ook wel verwacht eigenlijk. De scherpe mensen onder jullie is misschien opgevallen dat het lastig is om een eerlijke verdeling te geven. 6 onderwerpen met 10 punten. Dus ik ben wel benieuwd waar jullie mee komen. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, op het moment dat wij onze pilot nog niet gehad hadden en ik moest de punten over deze onderwerpen verdelen, dan weet ik ook nog niet zo goed hoe ik de punten verdeeld had. En dat weet ik op dit moment nog steeds niet. Maar ik denk dat het wel in ieder geval wel interessant is om even te zien hoe jullie de punten verdelen en waar jullie meer waarde aan hechten en waar jullie minder waarde aan hechten. Het spijt me alvast voor de mensen die heel druk aan het invullen zijn. En die misschien net buiten de boot vallen, omdat ik zo doorga naar de volgende slide. Ik moet de tempo er een beetje in houden en om de presentatie een klein beetje aantrekkelijk te houden. En niet te lang stil te staan, vrees ik dat niet iedereen zijn antwoord in kan geven. Ik zie dat ondertussen meer dan 90 mensen wel hebben kunnen antwoorden. Dus ik ga door naar de volgende slide. En iemand die er nog gauw eventjes bij opkomt, die heeft gelukt, precies op tijd. Kijk, nou, een heel interessante verdeling. Wat ik toch wel zie, wat ik wel opvallend vind, is dat de hoogste gemiddelde verdeling is toch wel begrijpelijk taalgebruik. Ik zie dat veel mensen van jullie heel veel waarde hechten aan het begrijpelijk taalgebruik. Waar ik het inderdaad ook wel mee eens ben, wat ook heel belangrijk is. Op de voet gevolgd door juridische kennis en goede software. Ik denk dat ik mezelf redelijk kan vinden in deze verdeling. Ik had misschien de goede software een wat lagere beoordeling gegeven en de integraliteit een wat hogere beoordeling. Maar het is inderdaad wel een heel goede verdeling. Wat ik zelf eigenlijk zie bij die toepasbare regels, is de juridische kennis is een heel belangrijk uitgangspunt. Je toepasbare regel moet uiteraard juridisch juist zijn. Is die dat niet, dan heeft het niet heel veel zin om een toepasbare regel te maken, denk ik. Hetzelfde geldt eigenlijk voor begrijpelijk taalgebruik. Het doel is natuurlijk het bereiken van een grote groep mensen, zodat iedereen hem in kan vullen. En dan is het heel belangrijk dat de toepasbare regels begrijpelijk zijn en dat iedereen het goed kan volgen. Dus geen schokkende resultaten hier, zou ik zeggen. Onze pilot. Ik heb vrij uitgebreid stilgestaan bij alles wat er vooraf ging aan de pilot, maar laten we het ook over de pilot zelf hebben. Daarvoor zitten jullie hier immers. We hebben zoals gezegd een pilot georganiseerd in samenwerking met de softwareleverancier. Hiervoor hadden we 4 dagdelen gepland. We zouden 4 keer over, ik geloof dat het 2 uur was, gaan oefenen met toepasbare regels. Hiervoor hebben we een groepje samengesteld. Bij de pilot bestond deze groep eigenlijk vooral uit juristen. Zowel van gebiedsontwikkeling als van VHV, vergunningverlening, handhaving en veiligheid, dat is bij ons één afdeling. En daarnaast nog, ik geloof 1 of 2 mensen van GO die niet jurist waren, maar wel nauw betrokken bij het maken van nu nog bestemmingsplannen. Zoals gezegd, we hebben 4 geplande dagdelen. In de eerste instantie hebben we wat meer algemene kennis gekregen over toepasbare regels. Wat is de toepasbare regels? Hoe werkt de koppeling met de DSO? Noem het allemaal maar op, dus wat meer de achtergrondinformatie. En daarna zouden we gaan oefenen. We begonnen met vrij gemakkelijk. Bijvoorbeeld een regel als er mogen alleen blauwe auto's in de binnenstad rijden. Hoe maak je daar een toepasbare regel van? Wilt u in de binnenstad rijden met een auto? Ja of nee, dat is de kleur van die auto, noem maar op. En we maakten die regels eigenlijk steeds ingewikkelder. Met uiteindelijk als hoogtepunt, zoals de planning, op de laatste dag dat we zouden oefenen, brengt iedereen zelf een juridische regel van de gemeente mee en die gaan we proberen toepasbaar te maken. Dit was aan het begin van vorig jaar dat we hiermee gingen oefenen. Ik geloof dat we de eerste sessie in maart hadden. Wat jullie niet ontgaan zal zijn en waardoor de meeste van jullie nou thuiswerken natuurlijk is, toen begon de coronacrisis en gingen we thuiswerken.
Dat heeft het wel echt moeilijker gemaakt, vind ik zelf, om die pilot goed uit te voeren. Het is niet dat het niet kan. Het kan absoluut. Wij hebben hem ook gedaan in de coronacrisis. En ik denk dat wij goede resultaten uit de pilot hebben gemaakt. Maar het vergt wel wat meer voorbereiding. En wat we in mijn ervaring gezien hebben, is dat er toch een klein beetje verschil zit tussen hoe makkelijk iemand een toepasbare regel kan maken. En dat verschil wordt groter op het moment dat mensen het zelf thuis moeten doen. En dat gezegd hebben, laat je er absoluut niet door behouden. Zo'n pilot is altijd de moeite waard. Het is altijd de moeite waard om te oefenen met de toepasbare regels. Verder werd tijdens de pilot, dat ik net al eventjes gauw aanstipte welke software we gingen gebruiken, werd al vrij snel duidelijk voor ons, aangezien tijdens de pilot eigenlijk al wel bleek dat er een hele verregaande integratie was tussen toepasbare regels en het omgevingsplan. En in onze omgevingsplan software werd de toepasbare regel software geïntegreerd. Dus dat was voor ons geen vraag meer. En wat verder inderdaad wel opviel tijdens de toepasbare regels pilot, is dat toch echt het maken van een toepasbare regel een heel andere denkwijze vergt dan het maken van een juridische regel. We zagen dat de juristen niet per definitie goed zijn in het maken van toepasbare regels. Dat was voor ons wel echt een eye-opener, dat we dachten, oké, dus het is niet zo simpel als dat we dachten. Er is blijkbaar meer nodig om een goede toepasbare regel te maken. Dat brengt me misschien mooi bij het bruggetje voor de resultaten. Kijk, hoe we die pilot hebben georganiseerd, is hartstikke leuk. Eigenlijk is het heel simpel. Ga gewoon oefenen en probeer eens toepasbare regels te maken. Probeer zelf de regels te verzinnen. Wat overigens nog een hele goede is, als je nou een keer voor jezelf wil oefenen met toepasbare regels. Aan het begin heb ik even kort het vergelijk gemaakt tussen toepasbare regels en wie is het. Nou, leent wie is het, misschien gek of grappig genoeg gezegd, zich eigenlijk ook wel heel goed voor het maken van je eigen toepasbare regel, voor je eigen vergunningencheck. Probeer eens een beslisboom te maken om te kijken wie het is. Heeft de persoon een bril, ja of nee? Is de persoon blond, ja of nee? Probeer op die manier eens een keer een toepasbare regel te maken. Dan heb je wel in ieder geval feeling met de basis. Hoe werkt dat eigenlijk, een toepasbare regel? Het is een heel simpel voorbeeld, maar ik denk wel een hele goede manier om kennis te maken met de toepasbare regels. Goed. We hebben dus, zoals gezegd, een aantal resultaten. We hadden een aantal vragen gesteld en op die vragen hebben we ook antwoord kunnen geven. De eerste vraag is, wat is ons ambitieniveau met betrekking tot het aantal toepasbare regels? Wat we toch wel gezien hebben, is dat het echt wel een andere denkwijze vroeg, zoals ik net al zei, om die toepasbare regels te maken. En dat heeft ook gemaakt dat we gezegd hebben van, laten we in ieder geval zorgen dat ons dienstverleningsniveau gelijk blijft. Mensen die nu via een vragenboom een vergunningscheck kunnen doen, moeten dat ook in de toekomst kunnen blijven doen. Dus dat is in ieder geval onze eerste ambitie en dat willen we ook absoluut doen. Verder hebben we ook geleerd, juist omdat het zo anders was, dat het misschien niet gek is om het maken van toepasbare regels in de toekomst uit te besteden bij het maken van een omgevingsplan. Op het moment dat we een nieuw omgevingsplan laten maken, en daar horen juridische regels bij, is het misschien ook wel een goed idee om te zeggen, dan laten we de toepasbare regels daar direct ook bij maken. Direct een bruggetje naar mijn tweede punt. Willen we de regels zelf opstellen en zelf onderhouden? Dit hebben we eigenlijk opgesplitst. We hebben toch wel een beetje een verschil gemaakt tussen het opstellen en het onderhouden. Zoals ik net zei, is het niet gek om te zeggen, die toepasbare regels is veel makkelijker om dat in één keer te laten maken met een omgevingsplan maakt. Maar we vinden het ook wel belangrijk om toch zelf dat onderhoud te kunnen doen. Zelf kleine wijzigingen te kunnen doen. En misschien ook wel een aantal vragenbomen zelf te kunnen maken. Op het moment dat je wel zelf een wijziging doorvoeren. Of een nieuwe vragenboom opstellen. Dus die splitsing die hebben we wel geprobeerd te maken. En hoe die splitsing, waar dat precies ligt. Wat nou klein en simpel is. Dat moet zich in de praktijk gaan blijken. We hebben besloten tot een overlegtafel toepasbare regels. Bij deze overlegtafel sluit een grote groep mensen aan, niet alleen juristen, want dat bleek niet te werken. Maar er sluit bijvoorbeeld ook een vergunningverlener aan, er sluit ook een planoloog van GO aan, er sluit iemand van communicatie aan, er sluit iemand van dienstverlening aan. En het idee is dat we op deze manier de beste toepasbare regels kunnen maken. Ze kunnen begrijpelijk zijn, ze kunnen juridisch juist zijn en we kunnen heel makkelijk peilen wat de behoefte voor een juridische regel is. Komen er veel vragen binnen bij het klantencontactcentrum over een bepaalde vergunning? Dat is misschien wel een moeite waard om daar
een vergunningscheck voor te maken. Zien we dat er heel veel simpele vergunningsaanvragen binnenkomen die misschien beter digitaal ingeregeld kunnen worden. Nou, dan kunnen we een toepasbare regel maken voor de indieningsvereisten. Dus op die manier hopen we heel goed inzicht te krijgen in welke toepasbare regels er behoefte aan, wat gaan we maken. Hoe bepalen we welke regels de meeste prioriteiten hebben? Nou ja, dat heb ik dus eigenlijk nou net ook al kort aangestipt met mijn uitleg. De overlegtafel toepasbare regels die we hebben gemaakt waar iedereen in zit, die kunnen denk ik ook zelf het best inzichtelijk maken in waar is nou precies de behoefte aan. Van alle kanten sluiten we met iemand aan en ze hebben bij het KCC en de vergunningverleners en noem het allemaal maar op, hebben een hartstikke goed beeld bij waar komen de meeste vragen binnen, waar gaat het vaakst fout, wat is het ingewikkeld, wat wordt er veel aangevraagd. En op die manier kunnen we goed prioritiseren welke regels eerst en welke regels later. Ten slotte nog, waar komt de toekomstige verantwoordelijkheid voor beheer van toepasbare regels te liggen? We hebben besloten tot één technisch aanspreekpunt. Dus hetzelfde technisch aanspreekpunt als voor onze plansoftware, gezien die integratie. En tegelijkertijd nog weer de overlegtafel naar voren. De overlegtafel voor alle kleine wijzigingen en tussendoor de evaluaties. Het feit dat die overlegtafel er is, wil trouwens niet zeggen dat alle wijzigingen altijd uit die tafel voort moeten komen. We zijn met een hele organisatie. Iedereen draagt zijn steentje bij, maar wij vonden het wel een goed idee om dit in ieder geval te beleggen bij één club die verantwoordelijk is voor de toepasbare regels en het onderhoud ervan. Verder de overige leerpunten. Ik heb ze natuurlijk kort al eventjes aangestipt. Maar wat wij vooral merkten is dat die integraliteit heel erg belangrijk is. Je moet niet alleen juristen hebben. Juristen vinden het moeilijk om die toepasbare regels goed te maken. Dat zijn supergoede juristen, maar vaak heb je ook wel juist wel even die spiegeling nodig van iemand van communicatie, van iemand van dienstverlening. Goh, is dit goed genoeg? Misschien van een planoloog, van wat is nou eigenlijk het idee achter deze regel? Hoe zetten we het erin? Dus die integraliteit kwamen we eigenlijk tijdens de pilot achter, is heel belangrijk. Ik denk dat het belangrijkste overige leerpunt is wat we hebben. Ten slotte, ik zie dat de tijd al krap begint te worden, dus we gaan in één keer even door naar het vervolg. En ik zal zo dadelijk nog even kort tijd hebben om jullie vragen te beantwoorden. Dus ik ga dit proberen een beetje kort te houden. Zoals gezegd, we hebben een overlegtafel geformuleerd. Laat ik bij het begin beginnen. We hebben de pilot tot een memo gemaakt. En die hebben we voorgelegd aan het bestuur. Daar hebben we gezegd, nou, wat hebben we geleerd uit de pilot? Wat zijn onze aanbevelingen voor de toekomst? Vervolgens hebben we een plan van aanpak gemaakt, waarin we daadwerkelijk die overlegtafel hebben gevormd. En een plan hebben gemaakt van, goh, hoe gaan we nou eigenlijk de toepasbare regels tackelen? Hoe gaan we dat doen? We beginnen met een inventarisatie van, wat hebben we op dit moment al? Wat krijgen we? Wat zit er in het OLO? Wat krijgen we van de VNG? Wat moet daar nog bij? En vervolgens gaan we analyseren, wat hebben we nou nodig? We weten wat we hebben, wat ontbreekt hieraan en wat willen we erbij maken? Om het dienstverleningsniveau gelijk te houden. Nou, dan gaan we dat doen. En op het moment dat het dienstverleningsniveau gelijk is, gaan we kijken van, wat is nou een extra stukje dienstverlening wat we misschien nu al kunnen bieden, om te zorgen dat onze dienstverlening beter is. Dus dat is onze voorvraag. En we willen er inderdaad naar kijken, zoals ik net gezegd heb, naar de mogelijkheid om toepasbare regels samen met het maken van een nieuw bestemmingsplan in één keer, van een omgevingsplan heet het dan uiteraard, in één keer uit te besteden, waardoor je omgevingsplan met goede toepasbare regels in één keer goed voor elkaar hebt. Yes, nou dan ben ik aan het eind van mijn presentatie. Ik zie dat ik nog 10 minuutjes over heb ongeveer. Ik heb nog contactgegevens van mezelf. Mocht je nou na de presentatie nog contact willen met ons, met als gemeente. Dan kun je me natuurlijk altijd mailen. Ik ben altijd bereikbaar voor vragen. Voor verdere uitwerking als we ergens hulp bij kunnen bieden. Misschien dat we er zelf nog wat aan hebben om het zo maar zeggen. Dat jullie met een goed idee komen met je even als spiegelen. Je mag me altijd mailen. En als ik er niks mee kan, dan kan ik het natuurlijk altijd doorzetten naar iemand die er wel wat mee kan. Even kijken, Jeroen, jij hebt als het goed is op de chat gelet. Zou je jezelf kunnen unmuten? Ja, bij deze. Er is een klein aantal vragen binnengekomen gedurende jouw presentatie, Bram. Ik kan er een paar uitlichten. Graag.
Eén vraag. Zijn er ook regels gemaakt die toetsen op de inhoudelijke kansrijkheid van een aanvraag voordat deze formeel wordt ingediend? Kijk goed, deels gebeurt dat natuurlijk wel met de toepasbare regels bij de vergunningcheck die er gemaakt is. Want wat je bij die vergunningcheck eigenlijk doet, is je zegt, nou wat is dit? Is dit plichtenvrij? Is hier een vergunning voor nodig? Is er een meldplicht? Of mag het misschien helemaal wel niet? Het is niet zo dat er in die toepasbare regels een inhoudelijke beoordeling wordt gegeven, zoals een vergunningverlener dit zou doen. En bij wijze van spreken met een druk op de knop in één keer poets een vergunning wordt verleend. Ik denk dat je daar ook mee moet oppassen met je toepasbare regels. Dat je niet probeert die functie te geven. Maar wat het wel natuurlijk is er zijn wel gevallen, hè, waarvan je van tevoren weet, nou ja, het mag gewoon niet. En dat kan uit die vergunningscheck komen. Ja. Andere vraag. De bruidschat die bevat veel juridisch taalgebruik. Is het handig om eerst eigen regels toe te voegen of om de teksten eerst begrijpelijk te maken? Het is voor de bruidschat, zoals ik al zei, we zijn zelf nu nog met de inventarisatie bezig om te kijken wat er inhoudelijk precies in die regels staat van de VNG. Dat weten we ook nog niet. We weten welke regels er ongeveer aankomen. Maar ik denk dat grotendeels afhangt van wat er aangeleverd wordt in de toepasbare regels die we krijgen vanuit het Rijk met betrekking tot de bruidschat. Er is de mogelijkheid om ze zelf aan te passen. Dus op het moment dat de toepasbare regels te juridisch zijn en je denkt, nou, dit kan eigenlijk veel beter, dan zou ik zeggen, pas er vooral aan. Maar ik denk dat je voor nu ook de focus niet te veel moet leggen op het al maken van regels die je krijgt vanuit het Rijk. Dus ik denk dat het verstandig is om te kijken, nou ja, wat krijgen we vanuit het Rijk en dan de slag te maken, kunnen we deze misschien verbeteren op een bepaald punt. Tegelijkertijd, dat heb ik in mijn praatje niet gezegd, maar dat is denk ik ook nog wel goed om te weten, wat wij gezien hebben, is dat toepasbare regels die geüpload worden naar DSO, ook beschikbaar komen voor andere gemeenten. Dus dat betekent dat als er al een toepasbare regel gemaakt is door een gemeente en al in het DSO staat, dat je deze onder een bom van, laten we maar zeggen, beter goed gejat dan slecht verzonnen, kan overnemen en kan aanpassen op de lokale situatie. Dus dat is misschien ook nog wel een hele goeie om in de gaten te houden met die toepasbare regels. Je krijgt hulp van andere gemeenten, al dan niet ongewild van die gemeente. Dus dat is ook wel een goeie. Oké, nog één. Hoe wordt er rekening gehouden met het gebruiksgemak voor de initiatiefnemer, dat deze geen overbodige of te veel vragen krijgt? Ja. Goede vraag natuurlijk, maar het ligt er vooral aan hoe je zelf die toepasbare regel maakt. En ik denk dat ook het trucje is waarmee je moet gaan oefenen en waar je gewoon wat je in de vingers moet gaan krijgen. Hoe maak ik een goede toepasbare regel? Een onderdeel daarvan is, hoe splits ik de toepasbare regel goed uit, dat die niet te vaag is of dat de vraag te complex is, maar dat ik hem ook niet opsplits in veel te veel kleine stukjes. Wat we wel tijdens de pilot gezien hebben, is dat juist het opsplitsen in kleine stukjes, in ieder geval dat verbaasde mij, veel meer noodzakelijk is dan dat je soms aan de voorkant denkt. Een redelijk simpele regel kan er toch wel toe leiden dat je heel veel kleine stukjes hebt. Wat echt goed is, is je kan in je toepasbare regels doorverwijzen van, nou ja, is het antwoord ja, dan gaan we door naar die vraag. Is het antwoord nee, dan gaan we door naar die vraag. En op die manier kun je, als het goed is, een heel aantal tussenvragen overslaan. Maar verder is het vooral in de skills van degene die de toepasbare regel maakt. Splits hem goed op. Ja. Hebben we nog tijd voor een paar? Ja, ik denk we hebben nog 4 minuten. Laten we er eentje doen en dan kijken we eventjes hoe laat het precies is. Ja, even kijken. Hoe ontvangt de initiatiefnemer de vragen wanneer meerdere bevoegde gezagen betrekking hebben tot het initiatief, met het initiatief te maken hebben? Sowieso die nog één keer kunnen halen? Jazeker. Hoe ontvangt de initiatiefnemer de vragen wanneer meerdere bevoegde gezagen betrekking hebben tot het initiatief? Ja, nou dat is een hele goede vraag, want dat is echt nog wel een uitdaging. En ik denk dat ook heel goed samenspraak vergt met andere bevoegde gezagen, al dan niet in de regio. Het kan natuurlijk zijn dat voor een bepaalde aanvraag meerdere bevoegde gezagen een zegje kunnen doen. En
dat daarom de meerdere regels zijn. En daar moet elk bevoegd gezag moet daar zelf zijn goede regels voor maken, bij mij weten. En dat vergt hele goede afstemming. Misschien met het Rijk, met het waterschap, met de provincie. Dus dat is denk ik ook nog wel een uitdaging. En dat is ook iets waarvan wij aan het begin gezegd hebben, dat we ons daar nu nog niet te veel op focussen. En dat we dat later moeten gaan doen. Maar dat is inderdaad zeker een goed punt. Overigens denk ik ook zo dat het niet is dat je alle aanvragen die gedaan kunnen worden binnen een gemeente kan vatten in toepasbare regels. En ik denk ook niet dat je dat moet willen. Ik denk dat je het vooral moet doen voor de wat relatief wat simpelere dingen. Waar je veel aanvragen van binnenkrijgt die je vrij makkelijk af kan doen met toepasbare regels. Ik denk dat je altijd een hele hoop aanvragen houdt. Al dan niet complexe aanvragen, al dan niet aanvragen die misschien niet zo vaak voorkomen. Dus waar het niet de moeite waard is om een toepasbare regel te maken. Waarin iemand misschien op het DSO kijkt van, goh, wat zijn hier de regels voor? En ze krijgen een pop-up tekst, neem even contact op met de gemeente. En dan wel eens met het KCC of met een vergunningverlener, net hoe je dat zelf ingeregeld hebt. En dat is natuurlijk een grote lijn, ook al hoe het nu gaat. Er is niet voor alles een toepasbare regel, er is niet voor alles een vergunningcheck. En dat blijft zo. Ik zie dat we minder dan 2 minuten hebben. Dus er zijn vast nog veel meer interessante vragen. Die laten we denk ik voor nu even zitten. Want jullie moeten allemaal op tijd weer zijn bij de volgende presentatie. Mocht je nou toch nog een vraag hebben waarvan je denkt, nou ja, daar zijn ze niet helemaal aan toegekomen. Daar wil ik toch wel graag antwoord op. Zoals gezegd, op het moment dat je contactgegevens achterlaat in de chat. Wij krijgen de chat. Dan hebben we altijd nog de mogelijkheid om daarop bij je terug te komen. En mijn contactgegevens. Mijn e-mailadres die staat op de sheet. Sheets komen ook online op de site van Aan de Slag, als ik het goed heb. Dan kun je ze altijd terugkijken. Dus mail me vooral of laat het in de chat weten. En dan rest me eigenlijk niks anders dan te zeggen, bedankt voor het deelnemen.